jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty en Black Ops 2 video. Vandaag zijn wij in een gun game potje aangekomen op deze oude Call of Duty. Ik dacht, ik moet hem weer een keer opstarten en oh nee hè, het is een oude Call of Duty jongens. Pas op voor de connection interrupted, uh-oh. Oké. We hebben Migrating Host in ons beeld staan. Ik hoop dat de lobby het blijft doen en ik hoop niet dat er een hacker in komt. Want ja, jullie weten het, het is een oude Call of Duty op de PlayStation 3. En er zitten op deze Call of Duty gewoon heel, maar ook echt heel veel hackers helaas. Dus volgens mij is er geen hacker gejoind. Dus we hebben nog het groene teken, wat inhoudt dat we door kunnen blijven gaan. En wat inhoudt dat we gewoon moeten gaan winnen. Vinden jullie het dan leuk om naar te kijken? Want het is een hele lange tijd geleden dat ik Gun Game op deze oude Call of Duty heb gespeeld. Laat me sowieso weten door middel van het duimpje omhoog. Want dat zou ik zeer, zeer op prijs stellen natuurlijk. En thanks natuurlijk ook allemaal voor de support. Maar ik keek net voordat ik ging spelen hoeveel mensen er online waren. En daar komt hij. Let goed op hè. Er waren in Gun Game 40 mensen online. Dus ik zit nu in een lobby die vol zit, gelukkig. Maar van de 40 man zitten dus ongeveer 8 in deze lobby. En meer mensen zijn er ook bijna niet online. Dus het is heel erg veel geluk dat ik überhaupt nog een potje kon joinen. En überhaupt nu nog een potje aan het spelen ben. En ik ben ook benieuwd hoeveel potjes we kunnen gaan spelen. Totdat er gewoon simpelweg niemand meer speelt. en ja, we moeten gaan winnen. Kom op man. Ik ben vergeten dat ik zo snel neergaat in deze kamer. Je hebt echt een paar kogeltjes. En je bent gewoon al uitgeschakeld. Dat gaat helemaal, helemaal nergens over. Dat ben ik echt niet meer gewend gewoon. Hij loopt langs me, Dat is niet zo slim. Er is iemand langs me gelopen. Waar is hij nou naartoe dan? Uh-oh. Oh, ik heb hem door de muur! Oh, die was vies! Oh, dat kan ook nog in deze Call of Duty. Ja, dat was ik ook vergeten. Je kan overal doorheen schieten. Alle muren zijn letterlijk gemaakt van, ja, karton kan je wel zeggen. Echt overal, als je maar een beetje goed mikt, kan je gewoon doorheen schieten. Maat, je hebt een shotgun. Hij kan me gewoon raken, joh. Hij is een batterij naast me! Bro, waarom spoel je tegen? Ik sta daar! Hij schoot nog mis ook! Ik stond stil en hij schoot nog mis ook. Oké, dat is best wel erg. En ik ook. Uh-oh. Oké, ik heb hem. Gelukkig. Ik kan het niet meer, jongen. Zo! Ik kan echt niet meer snipen, joh. Dat gaat helemaal nergens meer over, gewoon. Serieus? Waarom kan ik het niet meer? Oh, Ballista! Je was altijd zo'n P-sniper, dank je! We moeten gewoon even rustig aandoen, even rustig scopen en dan komt het wel goed. RPG kill. Hoppatee, dan hebben we nog twee wapens te gaan. Dat is de crossbow en dat is de ballistic knife. Uh-oh. Uh-oh. Kom op, crossbowtje! Ik heb hem gehit, maar daar krijg je geen kill mee helaas. Je moet ze echt letterlijk gewoon raken. Oh, ik heb hem alsnog. Ik raakte hem niet, maar ik heb hem wel. Prip! Prip! Hij spant weer naast me. Het is een oude Call of Duty. En dat spansysteem slaat gewoon helemaal nergens meer op, joh. Dat gaat helemaal... Ga je mij nijven, jongen? Dan krijg je hem terug ook. Dat gaat helemaal nergens over, gewoon. Kijk hier, ik heb hem net gekild en hij staat daar alweer gewoon. Dat gaat... Ah, ik heb hem! Yes! Dat gaat helemaal nergens over, joh. Dus ik ben dat helemaal vergeten. Je bent heel erg snel dood, natuurlijk. Plus... Ze spannen letterlijk gewoon, ja, zo goed als in je. Dus ik moet dat heel veel gaan onthouden voor game nummer 2. Want anders gaat dit fout namelijk. Maar we hebben gewonnen. Eindscore. 21-11. Dat is niet echt een hele goede score. Maar ik moest even inkomen. Dus op naar het volgende potje. Game nummer 2 die gaat van start op de map Raid. En er zit een hacker in. Ik weet niet precies wat voor hack die heeft. Het enige wat ik weet is dat het een hacker is. Maar we gaan gewoon spelen. Het is natuurlijk een van de beste maps in Call of Duty ooit gemaakt, Raid. Alleen helaas spant er gewoon helemaal niemand bij me. Waarom net houden we iedereen weg, jong? Uh-oh. Oh, joh, die stond er ook in één keer. Uit het niets. Oh, ik heb hem. Let's go. En dan hoort er als het goed is hierin rechts te spannen. Oké, dat gebeurt dus niet. Oké, die executioner, jongen. Oh, wat een poepding was het ook altijd, hè. Ik was het even vergeten, gewoon. Dat ding is zo poep. Maar ik heb er een kill mee, dankjewel. Als je daar eenmaal langs bent, dan komt het meestal wel goed. Dus we moeten nu gewoon door blijven gaan. Uh-oh. Door de muur heen! Wat? Ik zat... Waarom kon je daar doorheen schieten? Dat is gewoon echt de meest grote muur die ik ooit heb gezien, man.
Holy knetter, jongen, deze game. Ik ben dat echt helemaal vergeten gewoon ook. Oi. Ik probeer de UAV goed in de gaten te houden, maar ze spannen gewoon in één keer naast je, dus ze staan er ook niet eens op. Achter me, kom maar. Zo, die zag ik aankomen, vriend. Dankzij mijn UAV'tje. Dan zag ik... die ook aankomen dankzij mijn UAV'tje. Maar je moet hem zo enorm goed in de gaten houden. Ik ben nu ook bijna dood, dus ik moet heel veel wachten met rennen. Oei. En we blijven hier ook gewoon op één plek staan. En dat is wat ik bedoel met dat spansysteem. Je kan gewoon op één plekje blijven staan. En ze blijven maar heel de tijd gewoon... naar je toe rennen. Want ze blijven gewoon maar heel de tijd in de garage spannen. Dus ik blijf hier gewoon staan. Want ze blijven maar komen. We staan ook nog op de eerste plek. Alleen nu staat er niemand meer. Uh-oh, nu moet ik gaan lopen. Nu! Zo, ik zag hem niet, joh. Oei, die stond er ook in één keer, hè. Oh, ik wilde net gaan lopen. En dan gebeurt dat, joh. Die zag ik even niet aankomen, helaas. Oké, nice. Spant er nu wel weer eentje in die garage waarschijnlijk. Ja, dankjewel. Komt er ook nog eentje hier naar boven lopen, let maar op. Nee, hij loopt om. Dat scheelt ook niet veel. Er komt er nog een aan. En er komt er nog een hier. Uh-oh, nu ga ik dood. Op mijn vijf gedragen. Ja, dank je. Oh, dat scheelt ook niet veel. En hitmark. Oh, nee, hè. Dat is dus iets wat je niet wil krijgen met de sniper. Maar die hitmarker was ook wel verdiend, moet ik eerlijk toegeven. Want ik schoot echt gewoon ja, op zijn voetje. En als je op iemand zijn voetje schiet, dan krijg je natuurlijk de kill niet. Je moet echt gewoon op het bovenlichaam schieten. Dus ja, dat was een verdiende hitmarker. Helaas, jammer genoeg. We blijven hier heel veel campen. Ik hoop niet dat er iemand zo meteen rechts van me komt. Oh, er staat er nog een daar. Die kan ik niet raken. Die kan ik niet raken vanaf hier met een RPG. Want hij heeft de high ground op de muur. Nee, werkt ook niet. Hij blijft gewoon doorschieten. Hij zat gewoon te schieten, jongen. Wat een mannetje is dat dan, joh. Oei. We noemen het maar gewoon tactiek, hè. Dat is het beste. Oh, achter me. Ho! Oké, RPG hebben we ook. Ik moet zeggen, hè. Het is een... alright. Het is een oude Call of Duty, maar er zitten nog wel wat mensen in die echt aan het tryharden zijn, hoor. Dat had ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook niet verwacht, maar... auw. Maar ze zitten er nog wel. Ik wist dat hij zijn RPG nog een keer ging schieten, dus vandaar dat ik ook wegrende. Hij zit die ballen te nijven. Uh-oh. Ik ga dit nog verliezen ook. Nee, hij gaat winnen, want hij is ook bij het laatste wapen. Nee! Please, laat mij het potje winnen. Waarom moest ik hier spannen? Hij zit hier boven. Please! We moeten alle twee nog één kill. Ga je campen? Nee! Waar ben je nou? Enemy! Waar ben je nou? Hij loopt weer naar boven toe. Nee! Atja! We waren alle twee bij het laatste wapen. Race X Brother en ik zelf. Maar ik heb gelukkig nog kunnen winnen. Omdat deze enemy, die stond vast bij het raampje. Dit is een glasraampje. Kijk, hij kon niet doorlopen. Dus hij probeerde hem nog te nijpen, maar het ging niet kapot. Waardoor ik nog heb kunnen winnen. Oi. Op naar het volgende potje. Game nummer 3 gaat ook van start op de map Cargo. Dit is echt lang geleden dat ik deze map heb gespeeld, joh. Ik ging hier altijd echt enorm vaak neer. Hey, die vet staat stil. Ik ga hem verdedigen. Nee, hij staat niet stil! Nee, ik dacht ik ga hem verdedigen, want hij staat plassen of iets. En als hij dan terugkomt, ja, dan knallen we hem wel weer af, want dan gaat hij wel weer lopen. Maar dan knalt hij, maar ik ga je verdedigen, vriend. Kom aan, hè. Nou, dan gaan we maar gewoon iedereen uitschakelen. Want als er zo wordt gedaan, dan vind ik het ook niet leuk natuurlijk. Ik wil hem gaan verdedigen omdat hij stil stond. Komt hij hier omhoog klimmen, denk je? Ik kan hier omhoog klimmen. Nee. Hij komt er hierheen. Oh, die executioner, jongen. Wat een rot ding is dat altijd. We moeten toch echt die kill ermee krijgen. Er staat er nog eentje hier bovenop. Nee, hij is naar beneden gesprongen. Uh-oh, dit is niet goed. Oké, we hebben de kill. Er staat er nu wel één boven. Komt hij naar beneden? Ja, die hebben we ook. En dan moeten we nu gaan oppassen, want ze spannen gewoon voor ons. Maar we blijven doorgaan. We moeten hier... Nee. Oh, ik wist niet waar die was. Oeh. Is echt lastiger dan ik me het had herinnerd. Maar dat komt meer omdat ik gewend ben aan dat je niet zo snel neergaat natuurlijk van Call of Duty Black Ops 4. Maar in deze Call of Duty ga je wel echt heel erg snel neer. Maar dat ben ik helemaal vergeten, joh. Okay, we blijven hier gewoon heel veel boven rondhangen. Altijd een mooi plekje om eventjes te blijven staan. Vooral omdat er enorm veel mensen altijd om je heen komen lopen. Kijk maar. Dus die kan je gewoon één voor één rustig aan allemaal uitschakelen.
Plus heel veel mensen die willen altijd payback halen. En wat dat inhoudt is dat op het moment dat je ze neerschiet, dat ze daarna terugkomen. Hij was al naar boven geklommen. Om jou weer uit te schakelen. Dus dan blijven ze de hele tijd opnieuw terugkomen. En als je dat slim aanpakt, dan kan je ze ook elke keer dat ze terugkomen lopen, kan je ze opnieuw uitschakelen. En krijg je dus ook opnieuw er weer een kill bij. Oh, wat? Zo, die had er geen zin in, joh. Die had, ik blijf gewoon lekker doorlopen. Pas op, want er kan er hierheen komen namelijk. Ja, ja, er komt er ook een. Nee, dat gaan we niet doen, jongen. Helaas voor jou ken ik alle spawnplekken nog boven die. Oké, die kende ik niet meer. Nee, dan wist ik niet dat ze daar ook nog konden spannen, joh. Oh, in mijn rug. Wauw, dankjewel. Dankjewel, jongen. Hij knalt mij af en meteen knal ik hem weer af. Dat is eigenlijk gewoon niet de bedoeling van Call of Duty. En nu knalt hij mij weer af. We knallen heel de tijd alleen maar elkaar af. Omdat we heel de tijd weer bij elkaar staan. Oi. Ik ben wel blij dat Call of Duty ooit heeft besloten om dat spawnsysteem wel iets anders te maken. Want als het nu nog steeds zo was, dan had je echt een probleem, joh. Oh, lekker in mijn rug. Oh, pas op. Wat doe jij? Hij loopt gewoon langs me. Wat een vetje, jongen. Hij loopt letterlijk langs me. Oh, nee, joh. Oh, dit is... Hij loopt weer langs me. Dat is twee keer achter elkaar, jongen. En dan kill ik hem ook twee keer achter elkaar. En dan kill ik hem nog een keer. Oh, nee. Ik heb heel vaak achter elkaar gewoon dezelfde personen uitgeschakeld. Omdat ze bleven langs me lopen. Ze bleven bij me spannen. En dan schakelden ze mij weer uit. Dan schakelde ik hun weer uit. En dat is... Holy knetter, joh. Zo zie je wel dat in de jaren er heel, maar echt heel veel is veranderd aan de game, joh. Oi. Ik doe er nog eentje. En het laatste potje van vandaag, die gaat nu ook van start op de map Express. Met natuurlijk de trein die je kan overrijden. Komt u maar. Komt u maar naar boven toe. Oh, je staat stil. Ja, maar nu... Het spijt me, maar nu vertrouwde ik het niet meer dat je ook stil bleef staan. Nu moest ik hem afmaken, hoor. Want zometeen was hij weer opeens gaan lopen. Dus ik kon het even niet meer vertrouwen. Het spijt me, jongen. Misschien was hij aan het plassen. Misschien zei hij tegen zijn moeder... Mam, ik heb net verloren. Of mam, ik heb net verloren. Je weet het natuurlijk niet. Uh-oh, dit is niet goed. Ik heb één kogel. That's it. Oh, yes. Met de ene kogel die ik had, joh. Oh, dat was geluk, joh. Zo. Achter me. Uh-oh. Ja, dank je. Woe. Ik wist even niet of die via links of rechts gekomen. Dus ik stond een klein beetje het af te wachten. En dat was goed dat ik dat had gedaan. Waar is iedereen? Eentje is er hier naast me. Oh, hij is weggelopen. Uh-oh, hij klimt hier naar boven. Beter gaan we het daar niet over hebben. Komt de trein aan. Beter gaan we het daar gewoon niet over hebben, jongens. Want dat sloeg helemaal nergens op. Ik had hem in één kogel met een M1216. Een M1216 hoort niet in één kogel iemand uit te kunnen schakelen. Dus ik wil het er ook... Ik zou het niet weten. Ik vind het niet erg, want ik heb de kill gekregen. Dus ik vind het eigenlijk wel best. Woe! We gaan gewoon rustig verder, joh. Niks aan de hand. Er is niks gebeurd. Niemand heeft gezien. Nee, ik zou ook niet weten hoe dat kwam, joh. Geen idee. Maar is niet erg. Zit er hier wel heen. Kom dan. Hij is de trein opgegaan. Oh, hij ging net klimmen. Dat was echt geluk voor mij. Omdat hij net ging klimmen, kon hij niet schieten. Die twee... Sprayen! Oh, kut, naast me. Nee! Oh, ik heb hem nog. Ik weet niet hoe ik nog leef. Er komt er ook een naar boven namelijk. Oh, nee! Ik had hem moeten hebben, joh. Dat is jammer. Oh, die spray, die was echt erg heilig. Eén kogeltje. Die was mis, helaas. Komt hij terug? Als hij slim is... Bro! Staat hij op me? Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er allemaal, jongen? Ik zou het ook echt niet meer weten, gewoon. Waar ga je naartoe? Ga even in het raampje kijken. Of kom je naar mij toe? Uh-oh. Maat. Dank je. Ik moest er heel veel concentreren, want hij had een KSG... Hij was er net gespant. Dit is zo oneerlijk, jongen. Wacht, spant hij er nog een keer, denk je? Nee, nu niet. Oké, fair enough.
Dat is zo oneerlijk, want je kan gewoon letterlijk er naartoe kijken. En ze staan er gewoon in één keer, hè. Oh, achter me. Oh, nu heb ik wel een probleem. In het raampje komt hij. Bro, wat ga je nou doen? Springt hij nou naar beneden? Of hij is gewoon naar beneden gesprongen. Bro! Ik heb je! Wat ben je nou allemaal mee bezig, joh? Komt er hier ook in één aan? Pa! Let's go! Zo doen we dat. 20-3. Kijk, ik zei het eerste potje moest gewoon heel veel inkomen. En daarna is het weer allemaal goed gegaan. 4 potjes in totaal gespeeld. Alle 4 gewonnen met wel een klein beetje geluk natuurlijk. En met veel lachen. En dit was weer even leuk, joh. Oi, 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 oi. Black Ops 2 Gun Game. De Call of Duty die dit jaar gaat uitkomen, ik ga het gewoon meteen zeggen, is Call of Duty Modern Warfare. Geen Modern Warfare 4, geen Modern Warfare Remastered, maar gewoon Call of Duty Modern Warfare. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat allemaal gaat brengen. Mocht er informatie over de multiplayer komen, zal ik het sowieso ook in video's behandelen natuurlijk. Maar dat is vandaag aangekondigd, dus ik ben benieuwd. Maar mocht jullie hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zoals Sky op Lineup, zou ik heel, heel erg gaaf vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken, bedankt natuurlijk allemaal voor de support en hopelijk ook weer zoals altijd, tot de volgende keer. Bye-bye.